Maurice Verbernay, ja, ik had je liever geïnterviewd met het zogeheten schokeffect. Ja, dat had ik eigenlijk liever gedaan, maar goed, het is wat het is. Hè. En helaas. Na deze bewogen week die je achter de rug hebt, ja, er zal toch iets moeten veranderen in de groep, denk ik. Nou ja, inderdaad. Er was ook wel iets veranderd. Maar goed, die jongens wilden ook wel graag. Ze waren ook gretig, misschien iets te gretig. Maar ja, je begint en na 5 minuten sta je al met 2-0 achter door 2 standaard situaties. Ja, en zeker het is allemaal al een beetje broos. Ja, dan krijg je die tik er bovenop. Ja, die zijn wij niet meer te boven gekomen. In de eerste kwartier hebben jullie gewoon verslapen. Ja, met name in de standaard situaties. Ja, inderdaad. Wel, we nog wel gehamerd hebben om gretig te beginnen en scherp te beginnen. Alleen in de standaard situatie, ja, daar hebben we het even laten lopen. Ja. Vandaag keek ik naar de opstelling. Ja, in feite was er nog niks veranderd. Nee, inderdaad. Maar weet je, daar zou aan de ene kant ook wel heel vreemd zijn. Want Jean-Paul en ik en de andere stafleden hebben dat allemaal altijd met elkaar besproken. En zijn we ook samen overeengekomen van de opstelling en zo. Het zou nou raar zijn als ik de hele tent op zijn kop had gezet en ook anders zou gaan spelen. Ja, dat zou dan ook wel vreemd kunnen aanvoelen bij Jean-Paul. Daarvoor heb ik het niet gedaan, maar ik wil wel aangeven van wij zijn altijd wel, we zaten wel redelijk altijd op één lijn van opstellingen en speelwijze. Je hebt toch je eigen visie op voetbal? Ja, heb ik ook wel. Daar heb ik ook wel een beetje ingebracht in de speelwijze. Maar qua namen zaten wij altijd wel redelijk op één lijn. Maar ja, oké. Helaas heeft het niet die uitwerking gehad waar we op gehoopt hebben. Ja, nou ja, we kijken volgende week wel weer hoe het gaat verlopen. Richard Jensen weer terug. Ja, nou mis je, valt Mart Reemans weg. Ja, nou ja. Moeten we even aankijken. De eerste bericht wat ik gehoord heb, valt het enigszins nog mee. Maar goed, daar gaat de komende dagen gaan we dat even zien. Maar inderdaad, Richard is in ieder geval wel terug. Daar kunnen we volgende week wel misschien daar wel iets mee. De jonge jongens, ja goed, het zou leuk zijn. Want de doelstelling was eigenlijk na een competitie, ja. Hebben ze altijd gezegd. Maar ja, misschien bouwen we een nieuwe groep. Ja, maar aan de andere kant, na competitie, en misschien is dat wel een utopie, hè, want zo wordt er dan natuurlijk ook alweer gereageerd. Maar in principe is er nog 1 periode te gaan. Misschien moeten we het proberen om zo snel mogelijk in een positieve vibe te komen. Om in die laatste periode misschien wel eens een rol van betekenis te kunnen spelen. Het zijn niet de makkelijkste wedstrijden, de Graafschap uit en Cambuur uit. Nee, inderdaad. Maar op dit moment is alles voor ons wel interessant.